Zo, dit zorgt ervoor dat de giraf veilig in zijn hok blijft. De laatste paar stenen komen eraan, Leo. Waar doe je deze plaatjes, Bob? Dat is het eten voor de giraf. Zet het maar neer bij het uitkijkplatform. Kun je zo de laatste stenen tillen, Lifty? Oké, Leo. Daar komen ze af. Oh, kijk, Lifty. Daar is de giraf. Hij is er. Welkom in de Fixum Zoo, meneer Giraf. Ik kan het niet zien. En ik kan niet bewegen door deze zware lading. Wacht even, Lifty. Ik ga eerst kijken of Bob mijn hulp nodig heeft. Maar, Leo... Oh, wat is hier lang. Oh, nee. Ik wil hem ook zien. Wauw, hij is geweldig. Een gat zijn. Misschien kan ik er wat dichterbij komen. Als ik er nou een klein beetje doorheen. Hallo, Lifty. Het spijt me echt heel erg, Bob. Ik wilde zo graag de giraf zien. Al dat gedoe heeft de giraf bang gemaakt. Hij loopt nu los door de zoo. Oh nee, ik heb alles kapot gemaakt en ook nog de giraf weggejaagd. Maak je geen zorgen, Lifty. Ik weet zeker dat we dit kunnen oplossen. Wendy en Leo, jullie repareren de hekken en het uitkijkplatform. En Scoop, help jij ze mee? Oké, Bob. En de rest deelt zich op en gaat op zoek naar de giraf. Oké, Bob. Oké, Muk, til het valhek zo hoog als je kan. Oeh, wat is die zwaar. En niet naar beneden laten totdat ik nu zeg. Nu? Sorry, Bob. Succes, Bob. Kijk uit voor die geest. Wie is daar? Meeuw, ben jij het? Hallo, Uwe Majesteit. Bob? Mijn grote held! Oh nee! Poepoe, je ziet eruit alsof je een geest hebt gezien. Ik heb jullie toch niet laten schrikken met mijn legendarische zangoefeningen, hè? Natuurlijk niet. Mijn voet zat vast. Juist. Zo. Hoppakee, prins. Maak het vlot. Dank je, Bob. Gedaan, team. Het kasteel is klaar voor het festival. Oh, goed dat je het zegt. Ik moet het kostuum op gaan halen dat mevrouw Bennebroek speciaal voor mij heeft besteld. Ik vraag me af hoe ik verkleed word. Een nobele heer? Een ridder in glanzende uitrusting wellicht? Thank you.
Kom samen, al uw vriendelijk volk van Fixenstad zo schoon. Beweeg door deze toegangspoort en buig voor uw kroon. Lang leve koningin Bennebroek. Voor uw moedige reddingsinspanningen en het herstellen van mijn kasteel in zijn grandeur, ridder ik u hierbij. Bob de Dappere. Ook alle lof voor uw formidabele team en uw moedige voertuigen. Hallo? Kan iemand mij helpen met mijn hoed? Ja, dat snap ik nu ook. Redden we het wel om het strand op tijd af te krijgen voor de inspectie, Bob? Ja, als we rustig doorwerken en niet in paniek raken. Dus, kunnen wij het maken? Nou en of! Muk, dat is het laatste afval voor de container. Ga maar gauw. Oh, arme ik. Pas op, de blauwe vlaginspecteur komt eraan. Vlug! Huh? De inspecteur! Oké, Muk, laten we snel van het strand gaan. Oké. Afval! Ik pak het! Nee, Muk, laat maar liggen! Dus, hier is ons mooiste pronkstuk. Ons gloednieuwe... Oh, wat bazel ik nou toch. Het is deze kant op eigenlijk. Nee, niet omkijken. Niet omkijken. Oh nee. Nee, geen paniek. Moet het afval opruimen. Maar hoe? Ik weet het. Mila, Jan-Jaap, Tijmen, vlug. Kunnen jullie hier komen? Wat is er, Muk? Hulp nodig? En iets verder naar het oosten ziet u... Oh, nee, hallo, waar gaat u heen? We moeten dit opruimen. Gebruik jullie emmers en scheppen. Goed, Muk. Oké. Goed zo, jongens. Zo vlug als je kan. Het is zeker te laat, of niet? We krijgen de blauwe vlag vast niet meer. Het geeft niet hoor, Muk. We hebben ons best gedaan. Ik raakte weer in paniek, hè, Bob? Misschien een klein beetje. Maar deze keer probeerde je het op te lossen. En wat goed dat je de lentestadkanjes hebt laten helpen opruimen. En er ligt hier nog steeds een hartstikke mooi strand. Daar kunnen we net zo goed van genieten. Dat klinkt als een goed idee. Leo, we zijn bijna klaar. Waarom doe je dat nou niet later? Maar ik krijg opeens een briljant idee, Muk. Luister. Misschien toch niet. Ah, maar als ik nou eens... Heb je die boog al gemaakt, Leo? Sorry, Bob. Ik was een beetje afgeleid. Geef niet. Kun je, nadat je de boog hebt vastgezet, wat kleurvoorbeelden voor de chef maken? Ga ik doen, Bob. Oh, en Muk, als je hier klaar bent, kun je dan alsjeblieft de rommel opruimen? Oké, Bob, geen probleem. Oh. Eén, twee, drie, vier kleuren om uit te kiezen. Dat is het. Ik gebruik niet twee liedjes. Ik gebruik er vier. Waar is mijn mobiel nou weer? Ah, daar ligt hij. Oké. Bob, Wendy, ik heb iets heel ergs gedaan.
Daar zal chef Appel denk ik niet zo blij mee zijn. Hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Ik had een briljant idee voor een goede mix. En toen ben ik waarschijnlijk zonder het te merken in de verf gaan staan. Ik snap dat je het spannend vindt om de muziek voor het feest te regelen, Leo. Maar er is nog heel veel werk te doen. Sorry, Bob. Ik had me moeten concentreren op de bouw. Ik beloof dat het nooit meer zal gebeuren. Oké. Maar het moet overgeschilderd worden voor de chef terugkomt. Dan haal ik de vloer weg. Nee, Leo! Wat is dit? Uh-oh. Wat vindt u van mijn briljante vloerontwerp, chef? Kijk, het zijn net dansende voeten. Maar als u het niks vindt, kan ik er zo weer overheen schilderen. Nee, vraag het niet. Dat is mooi. Je bent een genie, Leo. En nu weet ik ook welke kleur de discoruimte moet krijgen. Welke kleur dan, chef? Alle kleuren. 1 wandblauw, 1 rood, 1 groen en 1 geel. We kunnen elke kleurencombinatie maken die je wilt. En ik wil meer voeten. Overal. Kijk, de ploeg gaat aan de slag. We werken als een team. Bezig met van alles wat en handen bovendien. Iedereen roept mee. High five, iedereen klapt mee. Dus reken maar op elkaar. We werken hard vandaag. We zijn een team, 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 team. Iedereen roept mee. High five. Huh? Eieren? Wat doet die nou weer hier? Het zijn er zeker 3. En nog eens 3. En nog eens 3. Dat zijn er heel veel. Waar zou de mama vogel zitten? Ze is hier nergens te zien. Ik moet haar zoeken, zodat ze voor de eieren kan zorgen. Ze komen misschien bijna uit en de kuikens zouden niemand hebben die voor ze zorgt. Oh, ik moet Jonna echt vragen wat ik moet doen. Maar ik weet dat ze bij het Komodo-eiland is. Oh. Vooruit maar, ik moet naar het eiland toe gaan. Die eieren moeten wel veilig zijn. Het komt goed, kleine kuikens. Ome Muk zorgt wel voor jullie. Ah! Draken! Oh! Ah! Bob, Wendy, help! Help, alsjeblieft. Ik hang hier. Ah! Ah! Leo, voorzichtig! Ik moet hem helpen. Wat is er aan de hand? Er klimt een draak in die boom. Hij gaat vast Leo bijten. Leo, rustig blijven. We halen je naar beneden. Blijf heel stil zitten. Oké. Ik doe mijn best. Oh, ik kan wel bij Leo komen. Probeer in de bak van Muk te gaan staan, Leo. Dat lukt me wel. Het komt goed, Leo. Ik heb je. Goed gedaan. Geweldig. Muk zal je nu heel voorzichtig naar beneden halen, Leo. Heel goed, Muk. Wat was er aan de hand? Ach, gewoon een ongelukje, Scoop. Dank je, Muk. Je bent een echte held. Wat zijn er toch leuke beestjes, hè? Hey, jongens. Hallo, visjes. Hallo, vissen. Hallo, visjes. Wacht maar tot jullie de nieuwste aanwinst van het aquarium zien. Oh, is het een zeepaardje, Tilly? Of een bultrugwalvis? Of soms een reuzeendvis? Nee, let op. Het is een vrouwtjes-tijgerhaai. Is het een half tijger en half haai? Nee, Muk. Een tijgerhaai is een haai met een mooi streepjespatroon op haar huid. Net als bij een tijger. De streepjes helpen haar zich te verstoppen als camouflage tegen grote vissen als ze jong is. Moeten we hier nog zijn als de haai hier aankomt? Het is niet nodig om bang te zijn voor haaien, Leo.
Wie zegt dat ik bang ben? Als dit je misschien geruststelt, deze haai is nog maar een pup. Oh, ik heb altijd al een puppy willen hebben. Honden en haaien lijken op elkaar. Als ze jong zijn, noem je ze pup en ze eten beide vlees. We moeten een mooi en groot aquarium maken waar ze in rond kan zwemmen. En het moet natuurlijk wel af zijn voor ze hier vanavond rond voedertijd aankomt. We moeten het laten lijken op de grote oceaan, zodat ze zich helemaal thuis voelt. Oké, team. Kunnen wij het bouwen? Nou en of! Kijk, de ploeg gaat aan de slag. We werken als een team. Bezig met van alles wat en handen bovendien. Iedereen roept mee. High five, iedereen klapt mee. Dus reken maar op elkaar. We werken hard vandaag. We zijn een team. De haai is aangekomen in de haven. Kunnen jullie haar ophalen? Zeker weten. Ik moet alleen de juiste machines kiezen voor deze klus. Kies mij, Bob. Ik help wel met die pup. Kies mij. Lifty, jij moet de haai helpen tillen. Oh, wat spannend. En Muk, jij kan het bassin vervoeren in je achterbak. Woehoe, dit wordt leuk. Dit is letterlijk de beste dag van mijn leven. Mag ik ook mee, Bob? Doei. Nou, misschien als je hier alles af hebt. Yes! Het is af! Vooruit dan. Ga maar. Yes! Maar geen fratsen. Beloofd? Beloofd. Oh, ik ben zo benieuwd naar ons huisdier. Het is geen huisdier. Goed zo, liefje. Heel rustig aan. Hoe gaan we haar eigenlijk noemen? Ik dacht... kapitein Bubbles. Of admiraal Smiley. Of juffrouw Kruimel. Wauw, wat een strepen. Perfect. Maar wat niemand wist, was dat er iets vreemds door het bos loopt. En wat gebeurde er toen? Ik zie daar een kampvuur. Dat moet Leo zijn. Oh. Het gromde en het grauwde in het donker. Het had hele felle ogen die je aanstaarden. En het schreeuwde zo angstaanjagend dat je haren ervan verbleekten. Voor je het wist. Oh, dat klinkt helemaal niet goed. Stel je toch niet zo aan, Muk. Doe je licht aan als je bang bent. Oh. Oh. Ah. Het monster! Snel, ga in Betsy zitten! Wat nou als ons haar verbleekt? Stel je niet zo aan en laat mijn hand nou eens los. Allebei. Dat deed ik zodat jij je veiliger zou voelen. We moeten hier blijven zitten tot de lichten weg zijn. Zal ik jouw hand vasthouden? We maken Bob wakker. Bob, word wakker! Oh, wat nu weer? Opstaan, Bob! We
hebben iets stoms gedaan. En we zijn Dizzy kwijt. We kunnen niet meer wachten. Muk, Lifty, beginnen jullie nu toch maar vast met dat pad. Ja! Oh, eindelijk. Ik ga de anderen zoeken. Snuffel, pas op! Snuffel, nee! Bob, weet je, ik ben toch niet zo goed met dieren, geloof ik. Oh nee, joh. Niks van gemerkt. Kan iemand die twee niet uit elkaar houden? Ik moet een pad leggen. Hé, hey, zou hij misschien met de bal willen spelen? Misschien ben je bij nader inzien toch wel goed met dieren. Ha, ik wist het! Oké, het duurt niet lang meer voor de burgemeester met haar kat komt. We maken de klus af. Ja, Bob! Juffrouw Hilde voor de dierenarts. Haar vacht moet eens stevig opgepoetst worden. Oh ja, door de kattendeur, burgemeester Bennenbroek. Wie is mijn mooie kleine schat? Bedankt, heel erg bedankt. Psst. Scoop. Scoop. Scoop! Ha? Wat is er, Muk? Slaap je nog? Nee, nu niet meer. Wat is er? Ik maak me een beetje zorgen over jouw scoepetijdelijke, cementastische of hoe je het ook noemt. Maak je geen zorgen, Muk. Ik verzeker je dat aan het eind van de dag iedereen het erover zal hebben. Wauw, mijn cement ziet er geweldig uit. Het is zo kleurrijk en gaaf en... drassig en plakkerig. Oh-oh. Scoop, dit cement is nog niet droog. Oh, dit cement is nog niet droog. Ik weet het, Lifty. Oeh. Oh, nee. Waarom is mijn cement niet droog? Ik begrijp het niet. Kom op, Scoop. Achteruit, achteruit. Dit is het raarste cement dat ik ooit heb gezien. Ik snap niet dat het nog nat is, terwijl we het de hele nacht hebben laten drogen. Nou, in één ding had je zeker gelijk, Scoop. Iedereen heeft het over jouw cement. Oh, Pop. Het is allemaal mijn fout. Iedereen kan een foutje maken, Scoop. Het was geen foutje, Bob. Ik deed het expres. Je deed het expres? Toen ik chef Appel zag experimenteren met verschillende kleuren en ingrediënten, zag het er zo gaaf uit dat ik ook iets gaafs wilde proberen. Het spijt me heel erg, Pop. Ik haal het heel snel weg. Weet je,
Ik had nooit mijn legendarische paarse, knapperige bubbelsmaakbom gecreëerd als ik niet had geprobeerd om rode aalbessen, rabarber en kaaskoekjes te mixen. Dat klinkt interessant, maar het heeft me zowaar op een idee gebracht. Muk, breng me naar de werkplaats. Goed, Scoop. Ik wil dat je het opnieuw gaat proberen met wat gave ingrediënten die niet uit de vuilnisbak komen. Wauw! Geel, rood en blauw cement. En ook nog knapperige kiezelstukjes. En het is snel drogend. En ik mix het allemaal door elkaar. Yep, ik moonwalk erheen. Oh, je gaat naar voren en naar achteren. De moonwalk, dat is een dansmove. Oh, mag ik die ook eens doen? Je gaat alleen maar naar achteren, Scoop. Oh, ik geloof het ook. Kun je me een andere dans leren, Leo? Mevrouw Bennebroek zei dat als je kunt tellen, je ook kunt dansen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je moet wel in het ritme tellen, Muk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ik snap het. Ik ook. 1, 2, 3. Oh, jongens. Het lukt me helemaal niet. Ik weet zeker dat je het kunt, Lifty. Wow. Wow. Ik ben aan het dansen. Oh, ik ben echt niet gebouwd om te dansen. Oh, doe niet zo gek. Iedereen kan echt wel een beetje dansen. Het gaat erom hoe het voor jou voelt en niet hoe het eruit ziet, Lifty. Kom op, we gaan lossen. We leggen deze rubberen platen op de onderste laag latten en dan leggen we er nog een laag latten overheen in een hoek van 90 graden. Zoals vierkantjes? Precies. En de laatste laag latten die we er overheen leggen, doen we weer als de eerste rij. Het is een patroon, alsof je een mand vlecht. Dus dat is 35 meter in de lengte. Oh, wat is dat? Dat is een discobal om boven de dansvloer te hangen. Als hij draait, ontstaan er allemaal kleine lichtjes. Kijk maar. Oh, hij is schitterend. Daar zou ik graag onder willen dansen, Wendy. Als we nu niet aan de slag gaan, danst er straks helemaal niemand onder. Kom op. De ploeg gaat aan de slag, we werken als een team. We zijn een team, 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 team. Iedereen roept mee, high five! Waar is Sylvan? We willen zijn handtekening. En onze dansmoves laten zien. Hij is er nog niet. Maakt niet uit. Lentestadraketten, we gaan oefenen. Maak je geen zorgen hoor, Tijmen. Ik kan ook niet goed dansen. Iedereen kan dansen, Lifty. Je moet alleen je eigen stijl vinden. Kom op, we gaan kijken hoe de dansvloer is. Deze kant op. Ik kan het wel! Kijk dan! Je hebt gelijk. We moeten echt samenwerken. Rijd er maar! Ze kan niet praten, Scoop. Weet ik.
Er is nog één probleem. De parachute is stuk en er is geen reserve. Stella kan niet de ruimte in zonder parachute. Anders kan ze niet meer veilig terugkeren op aarde. Bob, ik denk dat ik wel weet hoe het kan. Lifty, heel voorzichtig alsjeblieft. Goed gedaan, Lifty. Laten we naar de controleruimte gaan. Kunnen wij lanceren? Denk je? Oh, wat spannend. Je moet wel een beetje geduld hebben, Jan-Jaap. Daar gaan we. Met z'n allen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uit de garage dan, die met de metalen figuren erin. Oh, nee toch. Ik dacht dat die doos... Ah, die hebben we naar de kringloop gebracht. Oh. Dus onze klok zal niet meer op tijd klaar zijn? Jawel, Amira. Hij is zeker op tijd klaar. Ik moet alleen naar de kringloop toe om die doos te vinden. Ik ga met je mee. Ik ben tenslotte degene die de verkeerde doos heeft gepakt. Op naar de kringloop! Woehoe! Deze lijkt erop. Oh, niet opgeven. Haha, hier is hij. Die vinden we nooit. Er zijn ook zoveel dozen. En ze lijken allemaal op elkaar. Iedereen vraagt wanneer de klok klaar is, Bob. Komt die vandaag nog af? Dat heb ik toch beloofd? Natuurlijk wel. We hebben echt elke doos bekeken. Ik heb echt de Lentestad kanjes teleurgesteld. Ik kan maar beter even Bob bellen en zeggen dat het niet gelukt is. Oh nee, ik heb mijn mobiel op de werkplaats laten liggen. Oh, ik weet nog dat ik hem op de deksel van de doos met figuren heb gelegd. Dat is grappig. Toen ik de doos pakte, lag hij er niet. Weet je dat zeker, Leo? Ja, het deksel flapperde. Wacht eens even. Denk jij ook wat ik denk? Ja. Wat denk je dan? Het is een kleine kans, maar het is het proberen waard. Wat is het proberen waard? Wat gebeurt er? Misschien, heel misschien, is mijn telefoon in de doos gevallen. Oké. Gevonden! Yay! Yes! Oh, nu snap ik het. Oké, Muk, we hebben toch nog de goede doos. Goed gedaan, Leo. Daar gaan we. We hebben de doos teruggevonden. Laten we gauw aan de slag gaan. Er is niet veel tijd meer. En ik heb iemand beloofd dat de klok om 4 uur klaar zou zijn. Kijk, de ploeg gaat aan de slag. We werken als een team. Deze plek van alles wat en handig bovendien. Iedereen doet mee. High five, iedereen kan mee. Dus reken maar op elkaar. We werken hard vandaag. We zijn een team, 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 team.
Lifty. Zo, klaar. Eén vierkante frame voor een enorme tv. En wat nu, Leo? Even kijken. Joehoe, Lifty. Je raadt nooit wat er is gebeurd. Ik kreeg een superduper idee om voor mij en de Lentestad Kanjer spandoeken te maken. Maar nu hebben we jouw hulp nodig om ze op te hangen. Oh, dat wil ik wel doen hoor. Geweldig, deze kant op. Goed, Lifty. Hierna heb ik je hulp nodig voor 1, 2 steunen aan de achterkant van het scherm. Lifty? Waar is hij heen? Oké, dan ga ik zelf maar alvast een beginnetje maken met die steunen achter het scherm. Wauw, wat een groot ding, man. Hoe groot zal de afstandsbediening wel niet zijn? Eigenlijk heeft deze tv geen afstandsbediening. Mijn tablet pikt het signaal op en stuurt het naar de tv. En dan verschijnt de uitzending vanzelf op het scherm. Wauw. Hier, ik laat het zien. Ben je je wachtwoord nou alweer vergeten? Dat weet iedereen. Het is Bauer nummer 1. Oh, Bob. Zo, alle spandoeken hangen. Geef me een high five. High five. Dank u, burgemeester. En wat cool van u dat u die gave spandoek heeft bedacht. Cool? Ik? Oké, wat dacht je van een ander superduper idee? Ik dacht aan een popcornmachine. Ik bel chef Appel en vraag of jij hem op kunt halen, Lifty. Toppie! Kun je ons helpen, Lifty? Leo lijkt oké. Dus ja, natuurlijk kan ik jullie helpen. Ja! Lifty! Oh, Lifty, daar ben je. Het lukt me niet goed de frames recht te houden. Hè? Dan moet ik deze klus alleen maar afmaken. Tot nu toe heb ik het toch niet slecht gedaan. Die boom is enorm! De vloer lijkt wel ijs. Deze versiering wordt echt fantastisch. Hoi, Lifty. Is dat cadeau voor de kerstmarkt? Nee, Amira. Het is voor Bob. En ik kan niet wachten om het te geven. Vrolijk kerstfeest, iedereen. Vrolijk kerstfeest! Goed, Lifty. Bob en Leo installeren de sneeuwmachine. Kan jij me misschien helpen met de lampjes? Natuurlijk. Ik leg eerst mijn cadeautje even weg. Hoorde je dat? Er komen sneeuwmachines. Cool! Yay! Hier ligt Bob zijn cadeau veilig, ver van het gereedschap. We leggen de cadeautjes hier, dan kunnen we ze later netjes rondom de boom uitstallen. Oké, Scoop. Schiet je al lekker op, Leo? Nou, ik moest de sneeuw klaarleggen, maar ik kan het nergens vinden. Zit het in zakken of in dozen? Oh nee, als het nou gaat smelten. Leo, we gaan nep sneeuw gebruiken. En dat maken we in die machines daar. Wauw. Mag ik dat een keer zien? Misschien als je die dozen hebt opgeruimd. Die lampjes zien er heel mooi uit zo, Wendy. Ja, maar eerst eens kijken of ze het ook doen. Hey Wendy, ik sta op het punt sneeuw te maken. Kun je de flessen met vloeistof helpen dragen? Ja, natuurlijk. Ik ben hier al klaar. Bob is er. En de lampjes twinkelen. Dit is het moment om hem zijn cadeau te geven. Oh, kijk uit, Lifty. Je maakt alles weer kapot. Maar ik ben op zoek naar... Lifty, kijk wat je doet. Waar is het? Laat ook maar. Pop is weg. Ik zoek het straks wel. Kom op, Buk. We maken het snel af. En, is er al sneeuw? Nog niet. Eerst de vloeistof erin en dan kunnen we de machines aanzetten. En, is er dan sneeuw? Bijna, ja.
De machines roeren de vloeistof tot kleine belletjes die aan elkaar kleven. En dat wordt dan de nepsneeuw. Ik ben helemaal klaar. Zouden jullie het leuk vinden om de sneeuw op de boom te zien vallen? Woehoe! Het gaat nu echt sneeuwen! Ik geloof dat Leo heel graag wil. Dat zijn 10 helmen op 1 grote stapel. Tada! Leo en Muk zijn onderweg. Wow. En daarom dragen we dus altijd een helm op een bouwplaats. Weet ik, zal ik Lifty zijn hijslied zingen? Nou, ik hijs Sinterborgen en ik hijs elke avond en ik hijs ook elke middag. En die verbindt de morgen met de avond en dat is hoe de tijd ook werkt. En nu allemaal, ik... Ik krijg hem nooit wakker. We hadden niet de hele nacht met Space... Dat is het! Space Robots! Attentie Space Robot Buck! Bob de Bouwer roept je! Wat? Ik ben wakker, ruimtekapitein Leo. Kom mee, Space Robot Muk. We hebben een belangrijke missie. Hypersnel, volle kracht, vooruit! Ik hijs iets op en dan laat ik het weer zakken. Ik hijs iets op en dan laat ik het weer zakken. Ja, 6e compleet, allemaal! Stop! Waarom? Omdat... Omdat Muk er is! Kijk! Yes! Bob, hey jongens. Het spijt me dat we zo laat zijn. Nou, je bent er nu. Dus Lifty, hijsen met die dingen. Wat was er aan de hand? We namen even pauze en zijn in slaap gevallen. We waren moe omdat ik ons de hele nacht wakker heb gehouden met Space Robots spelen. Je bedoelt Space Robots in de ruimte? Ja, we waren eindelijk bij het laatste level. Space Robots is tof! We zijn nog nooit bij dat level gekomen. Laat het eens zien, Leo. Ja, laat maar zien, Leo. Dank je, Bob. Yay! Goed, Leo! Goed, kunnen wij het bouwen? Nou en of! Nou, ruimtekapitein Leo, wil jij ook in het reuzenrad? Oké, team. Goed werk. Eens kijken of we al diep genoeg... Wat nu weer? Ja, burgemeester, we graven. Oké. Laten we maar een pauze houden. Oh, we waren nog maar net begonnen. Waarom pauzeren mensen altijd? Machines hoeven dat niet. Woehoe! Rustig, jongeman. Ik dacht dat we pauze hadden. Geen tijd voor, hoor. Er komt nog meer. Meestal is er een reden waarom we stoppen. Oh, dat is zo. Ik liet me meeslepen om te winnen van Scoop. De Scoop graaft nog door? Ja, sneller dan ooit. Scoop, je kunt nu wel stoppen. Jij hebt gewonnen. Ha, leuk geprobeerd, Muk, maar daar trap ik niet in. Je wilt dat ik stop, zodat jij kunt winnen. Nee, het kan me niet schelen als ik verlies. Maar mij wel. Ik ken het gevoel. Dit is een spannende tijd voor Lentestad. Bob? Niets is te vergelijken.
vergelijken met zo'n drukke bouwperiode. Bob? Wendy? Je zit veel te diep, Scoop. Ik zei net zo diep als drie bussen, weet je nog? Hier past gewoon een heel parkeerterrein aan bussen in. Goed. Wat heb je geraakt? Het lijkt wel een soort van muur. Laten we het gewoon weer dichtgooien. Sorry, Muk, maar als je iets ongewoons vindt in de grond, dan leg je het werk stil. Je weet het niet zeker, maar deze muur zou wel eens heel oud en bijzonder kunnen zijn. Ik denk dat het een goed idee is om Abid Malik, de archeoloog, te bellen. Arge-watoloog? De archeoloog. Dat is iemand die ons dingen leert over het verleden door oude dingen op te graven uit de grond die er al honderden jaren liggen. Huh? Ze zijn gespecialiseerd in opgraven. Maar dat ben ik toch ook? Jij hebt wel genoeg gegraven voor vandaag, Scoop. Geen twijfel mogelijk. Een van de belangwekkendste ontdekkingen in jaren. Dit is buitengewoon. Slecht nieuws. Hieronder liggen resten van een muur uit de Romeinse tijd. Van een fort of een villa waarschijnlijk. Oh, Romeins. Wat is dat? De Romeinen hebben hier zo'n 2000 jaar geleden gewoond. Zij waren goede bouwers. Oh, net als wij. De derde plaat van het brugdek zit op zijn plek. Goed bezig, Wendy. Oké, Leo, begin jij maar vast met het spannen van de kabel. Komt in orde, Bob. Goed gedaan, Leo. Op deze manier ondersteunt de kabel het brugdek. Bedankt, Lifty. Laat hem nu maar los. Zal ik de vierde plaat vast gaan halen? Oh ja, graag, Lifty. En kun je misschien kijken waar Scoop is? Hij zou ons nog meer kabels komen brengen. Toppie! Scoop? Ah! Wat sta je te staren? Oh, hallo, Lifty. Ik kijk naar de rivier. Leo probeerde me bang te maken en zei dat er vissen in zitten. Maar die leven daar toch ook? Misschien op het platteland, maar toch niet in een rivier die door Lentestad loopt. Ik denk niet dat Leo het verzint. Nou, als ik deze kabel naar Bob heb gebracht, ga ik toch nog een keertje kijken. Gewoon om zeker te zijn. Oh. Hier komt nog een kabel. Ik heb de volgende plaat voor je, Bob. Bedankt, Lifty. Kun je die naar het eind van de brug brengen? Oké. Lifty, zou je hier misschien kunnen wachten? Dan kunnen Bob, Leo en ik even wat water drinken. Tuurlijk, Wendy. Dat is geen probleem. Dank je, Lifty. Hey, Lifty. Er is geen vis te zien. Voorzichtig bij dat water, Scoop. Oh, ik ben niet bang van water. Kijk! Oh. Oh, het is water. Oh, nee. Ah! Oh-oh. Wat is er? Ik heb denk ik iets gevangen. Oh. Het is een vis. Dan had Leo toch gelijk. Is het een grote met een enorme bek met scherpe tanden en stekels op zijn rug? Nou, je moet niet schrikken, hoor, maar... Inderdaad. Ah, help me! Lifty, help me! Ik denk dat we de brug net op tijd af gaan hebben. En wie gaat de race winnen, denk je? Weet ik niet, maar meestal wint Sky Samson. Kom op, we moeten weer verder. Anders komt er nooit een brug om over te rennen. Oh, haal hem eruit. Oh, enge vis. Oh, hij spartelt rond. Kijk uit, Scoop. Remmen! Op jouw teken, Wendy. Lifty, klaar om te zakken. Oké. Ga je gang. Nee, 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 nee. Ik zei toch, laat de paarden alsjeblieft niet schrikken. Oh, sorry. Vergeten. Dit is een racebaan. Geen rodeo. Een stapel stroombalen en dan zijn we klaar. Wat krijgen we nou?
uit! Dat was niet helemaal de bedoeling, hè? Waar zijn mijn racepaarden? Ze gingen die kant uit. Nee, ze rennen richting de rembaan. Die krijg ik nooit meer te pakken. Ik denk dat ik weet hoe we die paarden terug kunnen halen. Wendy, Leo, bereid je voor om de deur van het erf te sluiten. Scoop, kom mee. Kom op, partner. We snijden ze af bij de pas. Huh? Oh, jij ook al, Bob? Je praat dezelfde onzin als Leo. Sorry, Scoop. Rijd maar gewoon naar die opening in het hek. Maar Bob, hoe kan ik die racepaarden inhalen? Zeker als ze extra snel en extra moeilijk te vangen zijn. We gaan niet tegen ze racen, we gaan onze eigen talenten gebruiken. Denk eraan, zij zijn ook extra nerveus en bang voor machinegeluid. Oh, ja. Stop hier, Scoop. Wacht op mijn teken. Nu, daar gaat-ie! Goed werk, partner. Dat was extra luid en extra geweldig. Weet je, Bob, ik denk dat ik misschien wel een volbloed machine ben. Daar zijn ze. Ben je klaar, Leo? Dit is jouw kans om een echte cowboy te zijn en de paarden te vangen. Ik, En ze staan in de hoogste versnelling. Maak je geen zorgen. Ik ben opgegroeid met paarden. Dit is wat we gaan doen. Lifty, ik wil graag dat je je kraanarm zo snel en zo ver mogelijk uitsteekt. We maken een hindernis en leiden ze zo terug de buitenbak in. Het gaat niet snel genoeg. Zo gaan we het nooit op tijd halen. Band zit al vast. Nog één band te gaan. Huh? Dit meen je toch niet? Vette Fred staat weer bovenaan. Oké, Tim Liftio. Kom maar met die schotel. Leo, Bob is aan de lijn. Wat? Oh, wacht even. Deze zo. Hopelijk kom ik zo weer bovenaan. Hoe gaat-ie, Leo? Goed, Bob. We gaan de schotel opeisen. Oké, dank je. Tikkie omhoog, Lifty. Heel mooi. Schuif je arm maar uit. Oké. Oh. En verder hijsen. Het voelt heel raar, Leo. Moet ik wel verder gaan? Ja! Nou... Als jij het zegt, Leo. Oh, nee! Kijk uit, voorzichtig! Nee! Hij gaat er vandoor! Kom terug, schotel! Ah, er gaat niets boven een heerlijke smoothie van Chef Appel en een wandeling langs de rivier. Kijk uit! Gelukkig heb ik nog mijn heerlijke... Smoothie. Rekken is belangrijk als je blessures wilt voorkomen. Kijk uit! Dat is te gek, meneer Spijker. Ik wist niet dat hij zo goed was met een spuitbus. Ach, ik geef af en toe wel eens avondcursussen. Oh nee! Hij gaat het toneel rammen! Hey! Oh nee! Wat is er gebeurd? Waarom liet je de schotel los, Lifty? Het was niet Lifty's schuld. Ik had de schotel niet goed vastgemaakt, want ik was te druk bezig met game op mijn telefoon. Ik heb Team Lifty Eo laten zitten. Het spijt me.
Nu is ons podium kapot. En ons spandoek is ook verpest. Ja, en al mijn verf is nu ook op. En met die satellietschotel in de rivier gaan de lentestadkanjers ook niet op het 6-uur-journaal komen. Wat als ik nou eens met mijn echte viskunsten de schotel vang? Als ik met Lifty als een echt team samenwerk, kunnen we hem eruit vissen. Maar dat is een heel goed idee, Leo. Kunnen wij het maken? Nou en of! Te bekennen. Misschien is hij wel voor altijd kwijt. Oh nee toch? Maak je geen zorgen, Lifty. Er moet een manier zijn om hem te vinden. Het arme ding. Hij heeft nog niet eens zijn lunch gehad. Dat is het! Wat is het? Het is lunchtijd voor de giraf. Misschien komt hij tevoorschijn als hij wat eten ziet. Goed idee, Lifty. Als je langzaam door de zoo rondrijdt, dan ruikt hij het eten en komt hij het vast halen. Vooruit. Maar rij heel langzaam. Dat zal ik doen, Bob. En zachtjes. Smakelijke blaadjes voor je. Het werkt, Lifty. Oh, wauw. Kijk toch eens. Is hij niet geweldig? Nu moeten we alleen nog zorgen dat hij teruggaat naar het verblijf. Oké, Bob. Kijk, daar komt hij aan. We moeten de poort open doen. Oké, Lifty. Zet nu het eten van de giraf naast het uitkijkplatform. Gedaan, Lifty. En hier gebruiken we watergetijdenenergie voor het vuurtorenlicht. Geweldig, hè? Ja, meneer Spijker, En daar op de pier meer windenergie voor het mooie amusementspark. Heel interessant, maar... En natuurlijk zijn er grotere plannen voor Lentestad zelf. Het is alleen... Voorwaarts, Philip. Zoals u wenst. Meneer Spijker. Bob? Dat zijn mooie plannen, maar... Maar? Maar... Misschien is het beter om er nu eerst voor te zorgen dat het windpark het doet. Oh, ja. Je hebt wel gelijk. Niet afwijken van het plan. Philip, we gaan terug naar het zeedierenpark. Zeker, meneer. Rustig aan, Lifty. Zo, de eerste rij is klaar. Gaan we dan nu de tweede rij doen? Nee, nee. We laten deze eerst draaien. Ik wil Bob verrassen. Haal jij de rem eraf, Leo? Oké. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Dat lijkt me niet goed. Oh, nee! Bob, kijk! We hebben vooruit gedacht. Maar wacht eens even. Ze staan te dicht bij elkaar. Oh. Hemeltje, mijn prachtige turbines. Ik denk dat ik de burgemeester deze tegenslag toch echt moet melden. Oh nee, ik heb de windmolens vernield. Scoop.
Oh, Bob. Ik wilde ruimte maken voor meer windmolens in de toekomst. En daarom liet ik Lifty de blokken dichter bij elkaar leggen. Ik zei nog dat het niet slim was, Scoop. Je had je aan het plan moeten houden. Maar dat deed ik, dacht ik, door vooruit te denken zoals meneer Spijker zei. Ik vind het zo, zo erg, Bob. Het is oké. Het probleem is dat we nu nog maar 3 werkende turbines over hebben. Die geven te weinig stroom voor het zeedierenpark. En de burgemeester had bedacht om vanavond al over te schakelen. We hebben een nieuw plan nodig, Bob. Als we nou maar zonnestroom konden gebruiken en niet alleen stroom van windmolens. Haha, je bedoelt zonne-energie, Scoop. Oh ja, zoals de dierentuin. Briljant, ik heb opeens een idee. Maar we moeten snel zijn. Aan de slag, team.